Voor Sarah de Bee en zoontje Georges is het niet makkelijk dat Wout zo vaak van huis is. En zo gaan de prachtige dagen en maanden voorbij, schrijft Sarah in haar boek. Vaak beleven we die van verder dan weer van dichtbij. Sarah probeert Wout zo vaak mogelijk te volgen. Momenteel ligt dat echter wat moeilijk. Sarah en Wout zijn deze zomer voor de tweede keer ouders geworden, opnieuw van een zoontje. Sarah kan dus zomaar niet weg. We zouden terugkeren naar België, maar hij wilde papa niet loslaten en barstte in tranen uit. Wout kon het niet meer aanzien en is toen naar het hotel gevlucht. Tijdens een grote ronde kunnen Sarah en Georges Wout maar heel even zien op een dag. Soms is het lastig om telkens weer afscheid te nemen, vertelde Sarah eerder al in humo. We zouden terugkeren naar België, maar hij wilde papa niet loslaten en barstte in tranen uit. Wout kon het niet meer aanzien en is toen naar het hotel gevlucht. Dergelijke taferelen breekt ieders hart. Georges heeft nog een uur lang onbehaarlijk gehuild, weet Sarah nog. Wout probeert er zoveel mogelijk te zijn voor zijn twee kinderen. Zo verliet hij afgelopen zomer nog vroegtijdig de Tour de France om de geboorte van zijn tweede zoontje te kunnen meemaken.